over een maand weer. Ja, ja, over een maand. Okay, nou. De ochtendshow van Ruud de Wild op Q-Music kwam vandaag live vanaf Schiphol. 9 winnaars van het spel De Laatste Minuut van Ruud streden hier in de finale om 10 jaar vakantie. Wat moet je zo doen? Geen idee, dat weten we nog niet. Ze gaan het zo vertellen, maar ja, het is Q-Music, dus we zullen wel moeten rennen. Maar we zullen in ieder geval iets geks moeten doen, denk ik. Deelnemers klaar? Ik vroeg, deelnemers klaar? Ja! Wat moesten die deelnemers net doen? 5 items, 5 dingetjes opzoeken. Geld, dus valuta, een condoom, heel chic, een tandenborstel, dan moet ik even goed nadenken, een bikini of een zwembroek en zonnebrand factor 20. En hoe moesten ze daaraan komen? Ja, gewoon, dat maakt mij niet uit. Gaat op 10 jaar vakantie. Nee, ook niet. En dan gaat het lekker om je vergeten. Dank je. En terwijl de meesten nog in blinde paniek op zoek waren naar de gevraagde vakantiespullen, werd de prijs al aan de winnares overhandigd. Hartstikke leuk. Ik ga in ieder geval skiën. En dan, ik weet een keer een verre reis naar Thailand of Ibiza denk ik ook wel een keertje. Kan je wel zoveel vrij krijgen van je werk? Dat weet ik nog niet, moet ik even overleggen. Ja. Ik had het allemaal bijna. Wat zou jij doen als je 10 jaar vakantie kreeg? Indonesië, want daar ben ik nog nooit geweest. Zuid-Amerika denk ik ook. Ja, ik zou dat moeilijk vinden hoor, 10 jaar vooruit plannen. Maar wel ik vind het een te gekke prijs. Ja, is het een beetje laat? Nu nog op vakantie? Ja, ik ga nu naar Ibiza, zoals heel Nederland. Nou, heel veel plezier. Dankjewel.